De faculteiten Humaniora en Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit hebben vanmorgen een eindconferentie gehouden van het project Evidence-Based Speech Language Pathology. Zij hebben dit project uitgevoerd samen met de Vereniging van Logopedisten in Suriname en de opleiding Logopedie en Audiologie van België. Het project is in 2018 geïnitieerd na een onderzoek naar de mondelinge taalvaardigheden van 790 leerlingen van het tweede leerjaar van het basisonderwijs. Tijdens de conferentie zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Directeur Natasha Benanon van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die de minister vertegenwoordigde, vindt het bijzonder dat het ministerie als eerst de resultaten van het onderzoek heeft mogen zien. In de afgelopen jaren heeft logopedie binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een positieve ontwikkeling meegemaakt. Een aantal logopedisten is door het ministerie gefaciliteerd binnen afdelingen zoals begeleiding, het Pedologisch Instituut en onderwijsinstellingen zoals het SPI, het Conservatorium en noem maar op. Hiermee toont het ministerie aan wat het belang is van logopedie binnen het Surinaams onderwijs. In 2014 werd er door het ministerie medewerking verleend voor het doen van een behoefteonderzoek naar logopedie in Suriname. Aan het eind van het behoefteonderzoek in 2016 werd middels een document en een gesprek met de logopedisten bekend wat de onderzoeksresultaten zijn. Benanon zegt dat deze informatie van toegevoegde waarde is om beleid te helpen maken. De directeur gaf aan dat er reeds een onderzoek was gedaan in 2016, maar dat het daarbij was gebleven. Het is voor mij daarom een eer om de conferentie te openen en de resultaten van het onderzoek op te luisteren om zo ook de belangrijke uitkomsten mee te nemen binnen het beleid van het ministerie. We mogen er zeker trots op zijn dat het onderzoek in alle 10 districten heeft plaatsgevonden, omdat een landelijk onderzoek heel veel tijd, energie, geld en een strategische aanpak vereist. Doordat alle 10 districten zijn betrokken bij het onderzoek, kan er ook een valide uitspraak gedaan worden en het zal dan ook duidelijk zijn welke gebieden in Suriname extra hulp nodig zullen hebben. Middels dit onderzoek is er ook aangetoond dat alle 10 districten even belangrijk zijn. Logopedische zorgverlening is anno 2019 niet meer weg te denken binnen onze samenleving. Vooral als wij leerlingen een gelijke kans willen geven en in lijn willen zijn met de Sustainable Development Goals van de VN. Natasha Benanon, directeur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij opende vanmorgen de eindconferentie van het project Evidence-Based Speech Language Pathology.